Christmas Eve, babe. In the drunk tank. An old man said to me. Ja, Maroeske, voor de eerste keer een kerstmarkt hier. Hoe is het? Heel erg leuk. Het weer zit gelukkig mee, ook al leek het vanochtend al iets anders te gaan. En ja, iedereen is weer heel enthousiast begonnen met opbouwen. En midden tussen de kerstbomen, worden ze nog verkocht? Ja, dat gaat ook heel leuk. Ja, ja, de eerste was om 9:45 al weg. Hoe ben je aan de mensen gekomen die hier staan? Mond op mond en overal vragen bij vriendinnen. Weet jij iemand die een hobby heeft of die iets leuks vindt om te verkopen? Ja, veel kerstspulletjes, hè? Ja, ja. Ja, ja, heel erg leuk. Ja. Nog concurrentie voor de Laanstraat hier? Wie weet, je weet nooit hoe het balletje rolt in de toekomst. Ik weet het niet. Ja, wij zijn natuurlijk klein en het zijn echt hobbyisten en leuke dingetjes. En ik weet niet wat ze in de Laanstraat hebben, dat kan heel anders zijn. Ja, we zagen in de garage een mooie tafel met allemaal verschillende eieren. Wat een werk! Ja, het is een beetje vreubelen. En ja, je vindt het leuk om te doen, dus dan gaat het vanzelf. Zijn het kippen-eieren? Het zijn verschillende soorten eieren, van Chinese kwartel tot Nandoe-eieren. Nandoe is een loopvogel. Je krijgt eerst struisvogel, en dan krijg je een emu en die heeft zwarte eieren en dan krijg je nandoe. En dan daaronder gans en dan gaat het steeds verder. Ja, ik heb er vol bewondering staan kijken, want je hebt er zulke kleine figuurtjes in zitten. Hoe werkt het? Hoe ga je te werk? Vertel eens. Ik begin met de eieren uit te blazen en schoon te maken. Dan zaag ik er een ovaaltje uit en al voor een kerststal moet ik de achtergrond blauw verven. En sterretjes inplakken, dan plak ik er een bodem in en dan ga ik de figuurtjes maken. En dat doe ik met filigraanpapier en een filigraanpen. Wat een werk! Ja, maar het is wel leuk om te doen. Ja, hoe lang ben je ermee bezig? Nou, ik neem eigenlijk nooit de tijd op, maar ik denk als ik elke avond eraan werk, dat ik dan toch bij sommige eieren er wel een week over doe. Dus ik gebruik een stopnaald waar ik het stukje van af geknipt heb. En dan krijg ik fijnere gaatjes erin. En dan doe ik hem erin. En dan draai ik dat op. Ik knip een lang snoertje. En dan doe ik daar lijm aan. En dan plak ik dat vast. En dan heb ik een rondje. En dat rondje, dat duw ik met allerlei achterkantjes van penselen, duw ik uit tot een kegeltje. En zo worden de figuurtjes gevormd. Nooit gebrek aan inspiratie, want we zien kerstspulletjes, maar ik zie daar ook een bruidspaar staan. Ja, ja? Ja. En zo probeer ik dus van alles met die figuurtjes te maken. Tot, ja, van bruidspaar tot kabouter en van alles en nog wat. En waarmee ben je begonnen? Is er een soort vereniging van of zo? Of gewoon jezelf? Er is een filigraanvereniging, maar ik kreeg eens een ganzenei van iemand. En toen ben ik het gewoon uit gaan proberen. En dan krijg je steeds meer eieren. En dan vragen ze of ze op een expositie komt staan. En zo is dat gegroeid. Ja. Mensen zijn vol bewondering te kijken, denk ik, of niet? Ja, ze vinden het allemaal heel erg leuk. Ja. Veel succes ermee. Dank u wel. The bells were ringing out for Christmas Day. Is te wachten tot het een beetje temperatuur is. Ja. Wat gaat u maken? Nou ja, het is nu even een beetje vrije creatie. Er zijn krullen uit een hek die ik gemaakt heb. Dus dat ben ik nu even aan het namaken. Ja. Om wat hier wat te laten zien, zou ik maar zeggen. Maar die foto's die zien er wel schitterend uit, hè? Ja, ja, ja. Ja, het is een interieurwinkel is het. Die ook het Koninklijk Huis inricht. En daar hebben we een hek voor gemaakt en een trapleuning voor gemaakt. Is uw vak? Nee, dat was mijn vak. Dus ik doe nu hobbymatig doe ik het alleen nog. Mooi werken. Ja, dat is heerlijk. Ja, een beetje creatief doen en ijzerkrombuigen is toch wel leuk hoor, dat moet ik zeggen. Ja.
moet je hier een hele opleiding voor hebben? Hoe heb je dat geleerd? Dat kun je alleen bij een smid zelf leren. Er is geen opleiding voor. We zijn nu wel bezig met cursussen. Dus mensen kunnen cursussen volgen bij een smederij. Maar het is niet, er is geen school voor, zal ik het zo zeggen. Dat moet je echt bij een smid moet je leren. We zien hier een prachtig... om de trap heen, hè? Hoe noem ik het? Een leuning? Dit is een trapleuning, ja. Ja? En dit is die andere is een balustradeleuning. Hoe lang ben je daar mee bezig? Met dit hek zijn we al een maand, anderhalve maand bezig geweest. Met 3 man ongeveer. Ja, maar die kan je niet ter plekke doen. Doet u dat thuis dan en daar in elkaar zetten of zo? Nou, op de werkplaats maken we alles in elkaar. Dus we gaan wel naar de trap toe om een mal te maken dat we de leuning hetzelfde hebben als de trap. En als we die hebben, dan gaan we in de werkplaats moeten we hem helemaal klaarmaken. Ja. Het is lekker warm hier, hè, met vuurtje. Ja, dat is heerlijk zo, ja. Het weer valt me nog mee, moet ik zeggen. Want er gaat ook sneeuw kunnen liggen nou. En de bells are ringing out for Christmas vol met kaarsen, Jannie. Waar zijn die voor? De kaarsenopbrengst is voor het broodproject in Paris. Dat betekent dat de allerarmsten, dat zijn er ongeveer 400, gedurende de wintermaanden een broodbon krijgen, persoonlijk, op hun naam. En dan kunnen ze een brood halen wat 2 keer zo groot is als bij ons. Dus ze hebben in ieder geval per week 1 zo'n heel groot brood. Pas geleden bij de wintermarkt ook geld opgehaald, hè? Bij de wintermarkt dan hebben we dus wel wat meer artikelen, maar ook dus onder andere de kaas. En dat is dan ook in zijn totaliteit voor het broodproject. En dat was zo'n 24,5 ongeveer. Ja, dat is mooi. Dus dat is een heel mooi bedrag, ja. Wie is er met die kaarsen bezig geweest om ze zo mooi te maken? Nou, dat is een samenspel in de familie. Het gietwerk, het sorteren van het kaasvet wat we krijgen en het gieten, dat is mijn taak. En het decoreren is de meeste taak van haar moeder. Dat is onze dochter. En soms komen de andere twee ook eens een avondje helpen. Dus het is een heel familiegebeuren. Gezellig toch? Ja, het is heel leuk. Het is echt heel leuk om te doen. Maar je kan het alleen 's winters doen, want zomers is het veel te warm. Dan blijft alles aan je handen plakken. Veel verkocht? Nou, nu nog niet zoveel. Dag, het is hier een begin en alles is meegenomen. En de grootste klap is natuurlijk op de mini-wintermarkt. We zijn ook in Bunschoten geweest, viel het ook wat tegen. Maar elke euro is een brood. Zo moet je ook bekijken. Zo bekijken we dat, ja hoor, absoluut. En heb je ook geholpen? Nee. Maar je hebt wel een kaarsjes voor jezelf gemaakt, hè? Ja, dat doen we wel. Ja. Wat ga je zelf doen met de kerst? Niks. Lekker uitrusten. Dankjewel.